Gezamenlijke persverklaring. Heden 10 april 2019 heeft op het presidentieel paleis met de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Desiree Bouterse, in het bijzijn van minister Regilio Dotsen als minister van Volksgezondheid ad interim en raadsadviseur Ali Bux een gesprek plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van het bestuur van de Vereniging van Medici in Suriname onder leiding van Pieter Voogd. Tijdens dit gesprek zijn de volgende zaken besproken. De bezorgdheden naar aanleiding van het Bakkanatori radioprogramma, welke spanningen heeft doen ontstaan tussen het bestuur en leden van de VMS en Humphrey Hasrat als hoofd medische dienst van het Staatsziekenfonds en de ontstane spanningen vanwege een briefwisseling tussen het ministerie van Volksgezondheid en de VMS omtrent contracten van medici. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.